Ik ben 3 jaar geleden begonnen met dit project. Toen heb ik in Mexico de kans gekregen om een paar van mijn favoriete regisseurs te fotograferen, zoals Arthur Penn, de originele regisseur van Bonnie and Clyde, Stephen Frears, de regisseur van The Queen, Alfonso Cuarón, Harry Potter, Iñárritu van Babel. Ik wil eigenlijk heel graag beginnen met grotere projecten in Nederland te doen. Dus als eerste project, mijn Nederlands project is nu hier met het filmfestival. En toen heb ik bedacht, het is eigenlijk heel mooi om alle grote gouden kalverwinnaars van Nederland daarvoor te schieten. Op het moment dat het fototoestel in de aanslag gaat, dan doe ik net alsof iemand mij van iets beschuldigt wat ik niet gedaan heb. Maar het is vooral technisch, want ik wil iets met gooien, ik wil iets van me afgooien. Dus er kwamen al snel papier uit en dan gaat het papier eens een rol spelen. En dan wordt het papier, spreek je af dat het papier eigenlijk toch minder belangrijk wordt, dus dat het meer om de expressie van het gezicht gaat. Dus in die termen denk je ook. Het is niet van oh, wat leef ik me in? Dat is eigenlijk maar een kort moment. Het is vooral techniek eigenlijk. In het begin is even moeilijk, omdat het is niet zomaar een beetje poseren. Het moet echt leven, die foto. Er moet natuurlijk iets gebeuren op die foto. Dus het kost even tijd voordat je in een soort vibe bent, snap je? Dus om een bepaalde agressie op te roepen of zo, dat is er niet 1, 2, 3. Dat moet dan gewoon even opgebouwd worden. Dus in het begin ben ik dan nog een beetje zo. En dan op een gegeven moment dan frustreert dat me en dan word ik boos. En dan, nou, dan komt er vanzelf een soort van agressie en dan schieten maar. Het mooie is dat je 1 tafel hebt met 1 mens. En je zegt tegen iemand, hoe zou je reageren als je door de politie wordt ondervraagd voor een misdaad die je niet hebt gepleegd. En mensen die laten zichzelf daar dan helemaal los. En dan kan ik ze ondertussen een heel klein beetje tweaken van, hey, misschien kan je dit doen, misschien kan je dat doen. Of ga eens iets lager en vanuit daar kan je weer. En dan creëer je uiteindelijk zo'n moment dat je net lijkt alsof het een moment van een film was. Je hebt al een aantal gouden kalveren gewonnen, 4 kalveren. Waar staan ze eigenlijk in jouw huis? Dat weet ik niet, want mijn oudste zoon die traint ermee. Als gewichten. Dus ze hebben geen plek. Ik kom ze soms in de badkamer tegen en soms zie ik ze jaren niet. Ik weet eigenlijk niet. Ik zag er toevallig vandaag 2 in de badkuip staan. En die andere 2 weet ik niet.